Dag beste luisteraars, welkom bij aflevering 47 van de Movies Podcast. We gaan openen met een klein stukje actualiteit. We zijn vandaag aan het opnemen op 20 oktober. Nu, gisteren hebben we vernomen dat de cinemas geen eten en drinken meer mogen verkopen voor tijdens de vertoning. En dat hakt er volgens mij toch wel in. En ik wil eens vragen aan mijn mede-podcasters of dat jullie nu nog zin hebben om naar de cinema te gaan. Nee, dat is een beetje een druppel. Ik vind dat heel erg voor de cinema zelf, want ik kan dat natuurlijk niet aan doen. Maar ik kan nu niet meer gaan. Ik kan geen zit doen van 2,5 uur zonder drinken. Dat gaat echt niet. Nee, ik ook niet. Ik ben een hevige voorvechter van cinema en ik wou heel graag naar Lord of the Rings gaan. Maar de zaal was altijd net iets te vol of ik moest helemaal van voor gaan zitten. Maar nu zou ik ook niet meer gaan zelfs, omdat je dezelfde reden. 3 uur in een klets gaan zitten zonder eten en drinken. Dat eten tot daar aan toe. Ik pak altijd maar wat ijspralinen, dus dat is nu niet zo onoverkomelijk. Maar mijn colaatje zero, dat hoort er echt wel bij. Zo lang zonder vocht, dat zie ik toch niet zitten. Ja, ik ken niet anders dan mij daarbij aansluiten. Ik ben van het weekend nog wel gaan kijken naar The Fellowship. Toen mocht het gelukkig nog, maar 3,5 uur inderdaad. Is lang zonder eten, drinken, met dat masker dan de hele tijd op. Ik vind dat ook deel van de ervaring. Hè? Een snackje en een drankje, allee, ik vind dat toch. Ja, absoluut. En voor de bioscopen zelf is dat hetgeen waar ze winst uithalen. Hè? Dat is zoals een restaurant winst haalt uit de wijn die ze verkopen. En niet per se het eten. Is bij de cinema niet zozeer het ticket, maar het eten en het drinken dat ze verkopen. Hè? Daarom dat ook gigantisch duur is. Laten we daar eerlijk in zijn. Dat is vette duur, natuurlijk. Maar ja, dat is een drama voor hun. Hè? Dat is echt, absoluut. En voor de cinema-liefhebber uiteraard ook. Ik vind het ook zot dat ze het zelfs precies nog proberen om zo te overleven. Allee, je weet toch op voorhand dat gedoemd is om te mislukken. Ja, ik denk de Kinepolissen, die dan met het nieuws naar buiten zijn gekomen, die kunnen dat wel. Dat is een groot beursgenoteerd bedrijf. Die zullen wel de nodige reserves hebben. Ze zeiden ook al dat ze hun lockdown gewijs met zo'n halve zaal en zo, dat ze dat nog wel konden trekken tot volgend jaar er is. Maar ik denk die kleine cinema's, gelijk de cartoons en de cinema, dat soort dingen, dat is heel moeilijk, denk ik. Ja, dat is natuurlijk, de cartoons trekt dan ook wel een echte filmliefhebber aan, die dan misschien toch nog zonder, ja. Want eten en drinken is daar sowieso al minder. Hè? Dus in die zin klopt. Kan het eventueel nog wel, maar het zal toch niet te lang moeten duren, denk ik. Maar klopt het eigenlijk dat die hun deuren tijdelijk sluiten, dat die dan wel een vergoeding krijgen? Zoals de horeca, de cafés en de restaurants? Of vallen de cinema's er niet onder? Oh, ik zou gokken van wel. Nu niet onder die recentste regel, volgens mij. Maar misschien nog onder die oude regels. Hè? Waar andere bedrijven dat ook krijgen. Hè? Zo'n x aantal per dag. Voor cultuur moet er toch nog iets beslist worden? Hè? Want ik volg dat nu niet meer supergoed, moet ik eerlijk zeggen. Maar is het niet zo dat cultuur en sport, dat van het weekend of zo, maar... Dat ging deze week, gingen ze daar in overleg, ja. Maar blijkbaar een side-effect van hun maatregelen van de vorige keer dan, dat was ineens dat die cinema's ook geen eten en drinken mochten verkopen. Ja. Daar hadden ze ook niet echt bij stilgestaan. Dat was gewoon een ongewenst zij-effect. Ja. Dus het kan goed zijn dat ze dan beslissen van de week dat de cinema's sowieso hun deuren moeten dichtdoen. In alle theatervoorstellingen, wat is het allemaal? Ik verwacht dat enigszins wel. Ja, ik ook. Zeker ja. Omdat de sector is nu voor blok gezet en met hun horeca gebeuren er aangekoppeld. Maar ook, er komen heel weinig nieuwe films uit. Dus gelijk bijvoorbeeld Studioscoop, Filmfest Gent, doen die terug open. Maar anders waren die ook nog steeds gesloten. Hè? Ze hadden ook zoiets van, dit brengt niet genoeg op. Ja. Nu, iets minder recent qua actualiteitswaarde, maar Disney heeft aangekondigd dat ze de nieuwste Pixar-film, Soul, net als Mulan rechtstreeks op Disney Plus gaan brengen in de kerstvakantie. Well, dit wel binnen het abonnement, hè? Mulan was dat niet, hè? Ah, moeten daar geen toeslag voor... Nee, dat was geen toeslag voor Soul. Nee. Oké, okay. Maar los daarvan is het wel weer een nieuwe film die daar rechtstreeks naar de huiskamer gaat. Dankjewel Disney, denk ik, voor het leven van de bioscoop-uitbaters nog wat moeilijker te maken.
Zeker omdat Pixar-films, ja, dat zijn familiefilms. En dat zijn bubbels die dan wel naar de cinema zullen trekken. Hè, om nog eens allemaal samen iets te kunnen doen. Dus ja, die evolutie is niet goed. En als je dan wat nieuws leest daarover, gaan er stemmen op bij Disney om Black Widow er ook op te duwen. Omdat ze dan op die manier ja, de overhand kunnen halen op Netflix. Omdat een Marvel-film brengt heel veel volk naar je platform. Ja, dan staan we er niet goed op natuurlijk. Hè. Ja, en ik wil ze boycotten, maar ik wil Black Widow wel zien. Dus ik denk dat ik gewoon moet het toegeven op de deur. Ja, wel, ik heb dat met de Mandalorian. Hè. Ik wil dat heel graag zien, maar ik heb daar nu geen tijd voor met alle andere zaken die ik nog te zien heb en zo. Dus ik heb geen Disney Plus, maar ik kan ooit wel caven om dat te zien. Ja, ik denk dat ik inderdaad ga moeten volgen ook. Ja, vooral nu dat je waarschijnlijk binnenkort niet naar de cinema kunt gaan, ja. Dan voelden wij misschien wel minder slecht dat je dat doet, hè. Disney steunen. Want ja, je kunt de mensen toch niet zien, die film, dus ja. Ja, nee, dat is geen keuze. Je draagt dan wel bij tot de evil corporation, hè, die uw cinema failliet laat gaan misschien. Hè. Maar ja, het enigste alternatief is dan gewoon echt een jaar wachten voordat je die film kunt zien, en dan is het toch wel zot. Dat is heel lang, hè. Ja. Ik vraag mij soms af, hè, zou die niet gewoon hun eigen cinemas gewoon open doen? Netflix heeft er een aantal gekocht, hè. Zo'n Disney World Cinema of zo, waar die alleen hun eigen films in uitbrengen. Ze hebben het geld ervoor, denk ik. Ik zie ze het nog doen. Ze hebben dat al zeer beperkt, hè. Bijvoorbeeld, niet Disney, maar Universal. Aan Universal Studios hebben die een eigen cinemacomplex, waar dat dan enkel Universal films spelen. Oh, dus Disney, met Disney World zou dat misschien ook wel hebben, hè. Maar Netflix bijvoorbeeld is daar wel mee bezig, hè. Failliete cinema's in Los Angeles over te nemen en daar dan hun eigen films ook deels in te brengen. Ah, oh, dat wist ik niet. Ja, en als je daar nu als abonnee gratis binnen moet, zou ik dat wel een goed idee vinden. Stel dat je een Netflix-cinema hebt en als je er binnen gaat, kun je al die films op het groot scherm zien, maar je moet geen inkomen betalen, want je hebt al een abonnement. Ja, ik denk eerder dat ze het misschien zien als een extra inkomstenbron dan als iets gratis geven. Ja, maar dat kunnen ze dan op het eten en drinken doen. Hè? Ja, gelijk dat je zelf zei, dat Kinepolis waarschijnlijk ook het grootste deel van hun inkomsten uit de verkoop van eten en drinken binnenrijft. Dat is natuurlijk ook, omdat Kinepolis is geen eigenaar van de films. Hè? Dus die moet de film en de producers en de marketingcampagne enzovoort, die moeten dat ook mee betalen. Hè? Terwijl Netflix hun eigen films zou tonen, ja, dat is vestig buk, zeg dan. Hè? Ah. Ja, goed. Donkere tijden. Nu, door het gebrek aan nieuwe releases in de cinema hebben wij onze uiers moeten richten op de streaming. En ja, af en toe komt daar dan wel iets heel goed uit. En nu hebben wij toevallig een topserie ontdekt, Cobra Kai. Waar eigenlijk voortborduurt op de Karate Kid franchise. En daar wil ik het vandaag even over hebben. Ik denk dat we misschien best beginnen met de eerste film gewoon. Teruggaan naar 1984, gooien het even over een nostalgische boeg. In dat fantastisch filmjaar 84, want dat was toch wel, ik zeg het, Ghostbusters, Amadeus, Temple of Doom, Gremlins, allemaal. Ja, het was een grand cru jaar zoals 2019 de VM was. Hè? En daar zat dus ook de Karate Kid tussen, film waar ik een enorme fan van ben. Ik weet niet wat dat bij jullie zit. Ja, zeker. Ja, maar vroeger had ik daar geen klik mee, maar dat is doorheen de jaren gekomen. Dat ik die vroeger voor de eerste keer zag, had ik zoiets van, wow, valt wel mee. Maar doorheen de jaren is die wel gegroeid. Ja, dat is een typische underdog-film. Good versus evil, hè, ja. Voilà, ja, ook met een enorme nostalgische factor. Want als kind hebben we die allemaal wel gezien, denk ik. Wat dat misschien nog net iets beter maakt, want puur aan zich is die film niet zo heel speciaal, denk ik. Goh, ja, het is niet iets dat je nog nooit hebt gezien, natuurlijk. Hè. Maar toen, ik denk, dat karate, dat was toen vrij obscuur. Hè. Allee, ik kende het alleszins niet toen ik het voor de eerste keer zag. Hey, dus je kent zowel wat judo of zo, maar nou,
karate, ik denk ook dat dat een heel soort van craze is gestart of zo in de VS. Want ja, iedereen wou volgens mij toen niet eens karate doen. Ik vind eigenlijk, Karate Kid is eigenlijk een beetje Rocky, maar dan voor teners. Ik denk dat dat hun doel was. Het is eigenlijk helemaal hetzelfde, een nobody, dat ze eigenlijk helemaal opwerkt naar boven. En in de sequels en zo worden die vergelijkingen soms zelfs in de films gemaakt. Dat is ook dezelfde regisseur, zeker, hè? Of zeg ik? Nee, het is heel stom. John G. Avildsen, de eerste Karate Kid alleszins geregisseerd. En die heeft ook Rocky gedaan. Hè? Amai. Rocky 5. En is de muziek van Bill Conti, zou dat kunnen in Karate Kid? Die muziek valt mij niet op, maar het is Bill Conti. Ja. Ah ja, voilà. Kijk eens aan. Het enige wat nog ontbreekt is Sylvester Stallone als Mr. Miyagi, maar ja. Dat ging moeilijk, denk ik. Is dat trouwens de dingen, de Stallone en Ralph Macchio, dat de Daniel Sam speelt, is dat geen familie, trouwens? Of zijn ik nou echt gewoon dingen aan het zoeken? Nu zit er volgens mij dingen aan het... Je zit volgens mij te ver aan het gaan mee, maar gokken. Het zijn wel Italianen, hè? Ja, voilà. Nee, ze zijn geen familie. Spijt. Ja, de Karate Kid, voor degenen die dat nog niet kennen, ja, zoals we zeggen, een underdog wordt een beetje gepest nadat hij verhuisd is naar Los Angeles. En om zich te verdedigen, is er een lokale conciërge van zijn flatgebouw die het op zich neemt om die kerel karate te leren. Want hij wordt ook gepest met de mensen die karate kennen. Hij gaat hem meedoen aan een soort toernooi. Dat daar heel populair is, blijkbaar, in de regio. Echt en ja, dan... een toernooi, niet een soort toernooi. Echt een toernooi. Ja, een toernooi, een echt toernooi. En dan uiteindelijk, ja, dan, het is good versus evil heel de tijd. Hè. Dus je weet wel wat er gebeurt. Hè. Nu, die film aan zich, ja, het is... Ik geef die super hoge punten. Ik kan er niet aan doen, ik zeg het. Ik had er vroeger niks mee, maar dat groeit wel. En ook gewoon... Ja, die relatie tussen dan, hey, die oude man en dat jonge jongenske en dat terugvechten tegen het evil, ja, dat resoneert wel. Het is geen pedofilm voor de Nee, het is geen pedofilm. Ja, en voor mij heeft Cobra Kai die film ook beter gemaakt. Je ziet die film helemaal anders nadat je die serie hebt gezien, vind ik. Ja, omdat je de Karate Kid focust zich echt op Danielson, hè? Dus Ralph Macchio, het zuidje dat dan gepest wordt. En de rest zijn zo de typische evil bastards waar je voor de rest niks over weet. En Cobra Kai focust zich net op zijn tegenstander. Hè? Dus die je moet haten in de Karate Kid. Maar hier, in Cobra Kai, gaan ze dan langs zijn kant kijken. Weliswaar 30 jaar later, met af en toe flashbacks. Maar dat is juist de kracht van die serie. Dat ze geen reboot of niet verder bouwen op Ralph Macchio zijn ding. Maar dat ze echt die andere kant ook belichten. Dat vind ik echt heel krachtig. Ja, voilà. Want eigenlijk is die blonde jongen, hij weet hem, in Karate Kid. Johnny Lawrence. De villain is eigenlijk helemaal niet zo slecht. Hè? Dat kan men dan achteraf te weten. Hè? Ja, er zijn inderdaad achterliggende factoren. Ah, ja. Dus zijn personage wordt verder uitgediept. En dat gebeurt niet vaak in zo'n die, ja, laten we zeggen, teener-movies. Want uiteindelijk is het dat. Hè? Want die LaRusso gaat echt met zijn leven in zijn lopen, hè, eigenlijk. Allee. Ja, voilà. Dus... Ja, dus uiteindelijk... They were on a break, maar ja, uiteindelijk het is een nieuw licht dat erop schijnt. En ook doorheen Cobra Kai, de serie, is het nooit zwart-wit. En dus bijvoorbeeld Ralph Macchio komt er ook in als Danielson. Maar die is eenmaal niet zo goed, gelijk dat de Karate Kid laat uitschijnen. En dus dat is ook maar gewoon een mens van vlees en bloed die af en toe is de klootzak getankt. En dat is juist het goede. Het is allemaal wat grijs gebied. Johnny Lawrence... Dat is niet altijd een slechte. Die neemt ook goede momenten. Ja. Maar ik wil even trouwens nog een weetje. We nemen op nu, 20 oktober. Het is vandaag de verjaardag van William Zabka, die dus Johnny Lawrence speelt. Dus gelukkig verjaardag aan William. Hij zal blij zijn met deze erkenning. Nu, Karate Kid herinner ik mij nog heel veel van. Ik heb er nog verre sinds gezien. Van een 2 iets minder. Maar Karate Kid 2, die volgt toch direct op Karate Kid 1... Ja. Ja. En eigenlijk, op het einde, ook in Karate Kid, zie je toch al dat Johnny Lawrence, hij heeft een probleem uiteindelijk met zijn essentie. Dat werd al wel duidelijk. Dus op zich
doorheen heel die film denkt inderdaad wel bijna een eikel, maar het einde toe, en vooral in het begin van een 2, heb je daar toch wel compassie mee, vind ik. Ah wel, maar dat is vooral het begin van een 2, want uiteindelijk de eerste, ik heb die nu vrij recent voor de podcast en opnieuw gekeken, en daar komt dat niet uit. Alleen op het einde geeft hem die een trofee van dat toernooi dan aan Danielson. Ja. Van, je hebt het verdiend, zegt hem dan. Maar dat is echt, dat is een seconde. Hè? En dan is er zoiets van, ja... Ja, wel, maar daar zit toch heel veel in. Maar... Daar zit heel veel in. Ja. En aan het begin van een 2, dat zijn eigenlijk deleted scenes voor de 1. Maar die duren allemaal vrij lang. Hè? Dus ze hebben dat afgeknipt. En dan zijn ze daar een 2 mee begonnen. Ah, oké. Okay. Dat is wel goed gedaan, vind ik. Ja, dat is zo wat Back to the Future-stijl. Ja, maar van, die een 2 vrij weinig herinneren. Dat is het, God, naar Okinawa? Dan gaat hem naar Okinawa en dan komt hij meer te weten over de familie van Miyagi en de rivalry van Miyagi eigenlijk. Ja, dus die eerste film, daar zijn we het allemaal over eens, dat is echt een hele goede film, maar wat mij in de 2 mateloos stoort, dat die blijkbaar allemaal Engels spreken in Japan. Ja, maar dat is ook, dat is een US Air Force base, hè. En Okinawa, dat is een eilandengroep origineel, maar dat is ook wel, dat kan wel dan. Ja, maar zelfs zijn vader en zijn tante, allemaal klappen die gewoon allemaal gebrekkig Engels. Ja, dat vind ik nou nog, dat vind ik nou niet tegenstellend, die film. Ik vind dat ook, ik vind een supergoeie film, hè. Maar dat valt nog net mee. Dat is een probleem in veel films, hè. Die taal, ze spreken altijd Engels. Allee, toch heel vaak. Ja, dat is zo. Ik heb gewoon meer moeite met Ralph Macchio. In de eerste is hij nog vrij ingetogen en dan zijn personage groeit wel een beetje. Maar de tweede en een derde film is dat zo'n beetje een arrogant bazeke. En zo'n typische, we noemen dat Italo-American. Zo'n Joey Tribbiani zonder grappig te zijn. Zo dat accent. Ik vind dat er meer en meer Rocky Balboa nou begint te doen, vind ik. In die andere films. Ja, het is zijn manier van doen en zo is echt zo is super irritant, vind ik. En in de eerste was dat niet. Nee, ook alle respect voor Daniel LaRusso, maar de grote kracht van Karate Kid is uiteraard wel Mr. Miyagi. Balance is key. Balance good. Karate good. Everything good. Balance bad. Better fuck up, no home. Understand? Ja. Je speelt er Pat Morita, Oscar-nominatie, denk ik, hè, voor de eerste film. Als ik mij niet vergis. Dat is echt gewoon... Astriaal, hè. En ja, die speelt dat schitterend, hè. De vaderfiguur, maar dan ook een vechtersbaasje, dat je er absoluut niet in ziet, natuurlijk. Heerlijk. Ja, absoluut. En ik heb dan gezien dat hij daarvoor ook meedeed in Happy Days. En ik heb vroeger vrij veel Happy Days gezien, maar dat is mij niet opgevallen. Dus die was toen, was die al bezig. Ja, dat ik ergens had gelezen, dat hij normaal gezien wel een andere acteur ging zijn... Die en van de Seventh Samurai en et cetera. Toshiro Mifune. Ja, die had zelf gesolliciteerd, maar ze hadden die dat niet aangenomen omdat hem zo te onsympathiek overkwam. Meer als een harde leerkracht. Terwijl dat die Miyagi, dat ze wat meer Yoda-style, sympathieker, zijn ze daarvoor gegaan. Ja. Maar dat had dus een heel andere film kunnen zijn. Hè? Goeie keuze uiteindelijk, hè. Ja, absoluut. De meest epische scène, allee, voor degene die de film nog niet gezien heeft, doet dat onmiddellijk. Hij staat ook op Netflix nu zeker, de eerste Karate Kid. Mm-hmm. Maar dus tijdens het toernooi, op een gegeven moment, raakt Danielson geblesseerd. En wordt dan geheeld, als het ware, door Mr. Miyagi. Schitterende scène. Je voelt echt de adrenaline door je lichaam razen. En er wordt dan ook heel leuk op gezinspeeld in Cobra Kai, trouwens. Want er zit wel enorm veel humor in. Het is ook een beetje zelfspot, hè? Ja, absoluut. Maar dat dus maakt het met dingen belichten ze wel. Heerlijk. Ja, echt goed. Heerlijk. Want het personage, Danielson, is in Karate Kid 1, zogezegd, 17 jaar, ik me niet vergis, hè? Want dat toernooi is tot en met 18, hè? Ja, het is inderdaad high school gewijs, dus het zal inderdaad 17 of zo zijn. Hè? Maar dus, hij was echt bijna 23 jaar, hè, terwijl hij dat speelde. Ja, die ziet er wel super jong uit. Ah, wel, ja. Echt een babyface tot en met. Want in Karate Kid 3 doet hem terug mee in dat toernooi, wanneer het hem 18 jaar is eigenlijk. Het laatste keer dat je kunt meedoen aan dat toernooi. En dan was hem in het echt al bekend 30 jaar, al 29. Allee, en daar begint het soms wel een beetje te zien. En daarmee
zijn ze er ook zo mee gestopt met hem. Normaal wouden ze nog films maken, maar hij was te oud geworden. Ja, dan snap ik het inderdaad wel. Ik zie, hij is inderdaad van 1961, dus inderdaad, amai. Ja. Maar ik vroeg me altijd af waarom dat de vierde niet met hem was. Daarom dus. Om de legacy niet te continueren, maar ja. Ja. Ik vind trouwens Karate Kid Part 3 vind ik wel beter dan Part 2. En dat is dat ze terug zijn in Los Angeles. Mr. Miyagi gaat dan een bonsai shop of zoiets open doen. En is dan zo weer een typische vete. En dan uiteindelijk Daniel gaat dan in dienst, of hoe moet ik dat zeggen, van Cobra Kai. Omdat Mr. Miyagi wil hem niet meer trainen voor het toernooi. Ja. En dan via een omweg... Zantan Kreese, een oude sensei van Cobra Kai, komt dan bij een maal terecht en dan wordt Daniel San geënlist in Cobra Kai zonder dat hij het weet. En dat vond ik wel heel sterk gedaan. Ja, het is toch echt een vechtfilm, meer dan derde, gelijk de eerste het was, want in de tweede komt eigenlijk pieter weinig van actie in, hè? Ja, zo een beetje op Okinawa in een dojo, dat er weer zo'n rivaliteit ontstaat en zo, maar dat is minder. Oh. Geen toernooi of niks? Of, allee. Ja, wel zo een gevecht op leven en dood. Dus dat is dan wel natuurlijk epic. In die tempel. Dat hij moet vechten voor de eer of zoiets. Ja, met die grellige Chinees. In die openluchttempel, inderdaad. Ja. Ja, maar toch. Hey, het was ook precies een volledig ander genre. Terwijl dat een 3 zo terug een beetje gelijk dan 1 is. Maar dan... Ja, ja minder goed. Hè. De nieuws is er dan natuurlijk ook al af. En pijnlijk ook soms, hè, want ze proberen de Danielson een beetje in het zak te zetten. En dat doet toch zeer dat je dat moet zien, vind ik. Ja, als kijker weten dat ook. Hè, dus. En de bad guy, laat ons eerlijk zijn, die en Terry Silver, die, ik vind die wel heerlijk. Ja. Die is een zalige, hè? Die met dat is een zalige, hè? Met zijn stiftje, ja. Dat is, oh, dat is zo'n karikatuur van zijn eigen, hè. Zeg maar. Ik weet niet of dat die een acteur nog leeft, maar ik hoop dat we die ooit nog in Cobra Kai te zien krijgen. Ja, dat zou spelen, schitterend zijn. Thomas Ian Griffiths. Ja, hij leeft nog, dus het zou kunnen. Die is trouwens even oud als Ralph Macchio. Je zag er wel een paar kouden toen. Doe alleen maar mee in B-films, buiten Karate Kid. Vonden ook niet dat die Kreese, hè, dus de sensei van Cobra Kai, van Karate Kid 1, dat ze precies wel echt een blijter bleek te zijn? In een derde film? Ja, die is helemaal gebroken, hè. Zijn dojo is failliet en zo. Dus zit aan de grond, hè. Zo een beetje gelijk dat Johnny Lawrence in het begin van Cobra Kai aan de grond zit, hè. Ja, inderdaad. Maar toch, die kwam mij echt in een één over als een echte film. In een derde film, dat is precies een, ja... Een blijter, hè, ja. Ja, dat is een beetje Kylo Ren. Ja, wel, ik wou het eigenlijk zeggen. Daar deed je mij wel aan denken. Ja, hij geeft de fakkel door, hè, aan die andere, dus dat snap ik nou ook wel. Maar die had inderdaad wel zo'n typisch herkenbare kop. En ja, ik had een film ooit eens gewonnen op een quiz, je kent dat wel zo. Iets dat je zo van een halve euro in een bak vindt. Ballistica, met een soort van Matrix bullet time-achtig iets. En daar doet hij ook weer in mee. Dat is zo'n typische B-acteur, hoe moet ik dat zeggen? Ook niet in een Rambo-film? Ja, ja, in de eerste volgens mij, of in de tweede. Ik zou denken twee of de tweede, denk ik, dan eerder op die basis in Vietnam. First Blood Part 2, ja. Ja. Ja, dat klopt, want die ene rot er echt wel een kop voor. En in Cobra Kai, dus hey, Kreese komt terug in Cobra Kai, en daar vind ik hem terug zo, een beetje gelijk als hem laten zien in Karate Kid 1, echt terug naar een ultieme villain. Hey, vond je dat zelf ook niet? Ja, ze proberen nu op het verkeerde been te zetten. Hè? Door hem ook wat gebroken te laten overkomen en dan ineens tjaka. Ja, wel, maar dat is volgens mij niet hoe dat hem is. Dat is inderdaad gewoon om je op het verkeerde been te zetten. Dat is ook een list van hem. Hè? Absoluut, absoluut. Ja, want hij doet dat er echt heel goed in Cobra Kai aan mij. Ja, dat is ook de sterkte dat ze zo wat personages terugbrengen. Hè? Ja, absoluut. Het is die mannetjes, zijn crew van Johnny Lawrence eigenlijk, zijn high school friends, die komen ook even terug. Het zijn ook dezelfde acteurs. En die ene acteur dat dan ziek is in de serie ook, die is ook vlak na
de release van die aflevering of dat seizoen, is die ook gestorven. Want die was echt, echt wel echt ziek. Ja, ik zei nog tegen mijn madame van, volgens mij is die echt ziek, want je zag dat eigenlijk wel van. Je zegt er niet goed, hè? Nee, dat past dan. Ze hebben het dan ingeschreven in het scenario. En echt, ja, een paar weken misschien na de release van dat seizoen is die gegaan. Amai. Ja. Ja, ik wou nog heel even aanhalen dat die acteur dat Chris vertolkt, Martin Cove, mm-hmm. die is van 46, dus die zijn al bekend 80 jaar. En... Ah, wel, maar dat zie je ook wel, hè. Allee, ja, die is wel oud. Is die stok oud, hè. Die kan je in elk moment uitvallen, eigenlijk. Ja. Dat we met hem nu al erin zitten. De iets jongere mensen komen wel later pas, waarschijnlijk. Nu, Cobra Kai, het is wel echt gemaakt met heel veel liefde voor het origineel. Het is ook gemaakt door producer Ralph Macchio en William Zabka, produceren allebei zeker. Klopt, ja. En Will Smith. Will Smith ook, ja, inderdaad. Die heeft ook wel iets met die franchise, precies, hè? Ja, daar verschot ik van. Maar ja, dat is waarschijnlijk ook omdat zijn zoontje heeft dan de reboot. Ja, maar die film heeft dat ook geproduceerd, hè? Ja, voilà. Dus ik denk dat daar wel misschien iets wat blijven plakken of zo. Nou, even over de remake. Wat vond je daarvan, trouwens? Ja, ik vond dat echt... Ik vond dat niet goed. Hè. Allee, ik vind, als je nu niet de Karate Kid noemt, dan is die film oké. Dan gaat dat geen goede film zijn, maar dan is dat oké. Maar omdat je het de Karate Kid noemt, heb ik zoiets van, nee, mannetjes, deze is het niet. Jackie Chan als Mr. Miyagi, nee. Je geeft dat gewoon een andere titel en sommige scènes iets minder reference geven, en dan is dat wel oké. Maar nu vond ik het echt niet goed. Ja, hetzelfde, hè. Ik heb hem... spijtig genoeg nog niet gezien, maar die hebben wel het meeste opgebracht van alle Karate Kid films. Ja, dat is ook af. Die jonge Smit, een schattig ventje daar. Ze. En ja, Jackie Chan is een naam, Karate Kid is een naam. Voor een nieuwe generatie aan te spreken waarschijnlijk, hè? Ja, maar het is niet gelukt, denk ik. Allee, voor die jongeren misschien wel. Hè. Allee, ik weet niet van wanneer is die film? 2010 of zo? 2010. Mannetjes dat toen 10 jaar waren, ja, die kennen de originele waarschijnlijk niet. En die zullen dat wel kunnen appreciëren, zeker. Misschien wel. Is dat een volledige reboot? Allee, met hetzelfde verhaal en zo? Of is het toch helemaal anders? Ze hebben een beetje hetzelfde verhaal in een ander jasje. Hij verrast ook, maar hij verrast naar China. En daar is dan de pestkop, en een lokale Chinees dan uiteraard, die dan in een karateclubje zit met een angry sensei. Jackie Chan is de concierge van hun appartementsgebouw. Dus die dingen zijn allemaal zowel wat hetzelfde. Dus het is hetzelfde, maar dan toch net niet. Maar omdat ze zoveel referenties erin steken, is het een reboot. Maar ik zou dat niet gedaan hebben en ik zou een compleet andere film gemaakt hebben. En is het ook mee een groot toernooi op het einde, of helemaal niet? Ja. Er is een toernooi, ja. En iets dat mij ook mateloos stoorde eigenlijk. Nu, in Karate Kids, Mr. Miyagi houdt er nogal aparte trainingsmethodes op na. Wax on, wax off en schilderen en zo. In de nieuwe Karate Kids moet de jonge, de kleine Smit heel dikwijls zijn jas aan en aantonen. Maar echt heel vaak, hè. Die film die duurt 2,5 uur. En die is volgens mij 1,5 uur lang zijn frak aan te aantonen. En de deur is er wel van, oké. Het mag gewoon stoppen. Dus nee, het is een flauw afkooksel eigenlijk. En ze proberen dan ook wat gevoel erin te steken, hè, met wat er met Jackie Chan zijn vrouw en een kind is gebeurd. Ja. Wat deels ook zit in de Karate Kid, maar dan in die tijdsgeest. Mr. Miyagi is World War II veteraan. Dus dan ging het over die kampen waar Japanners in werden opgesloten in Amerika. Maar hier gaat het dan iets eigen tijds, of een auto-ongeluk. Maar ja, dat gaat er een beetje over. Hè. Dat vond ik niet geslaagd. Ik vind dat de slechtste uit heel de reeks. Want ik tel hem even bij heel de reeks. Hè. Maar heb jij de 4 ooit gezien? Ik heb die blijkbaar niet gezien tot nu. Dus ik heb die recent gezien voor de podcast. Ik dacht dat ik die gezien had ooit, maar dat is niet. En die is oké. Zo'n beetje zoals de part 2. Niks speciaal, maar ook niet per se slecht. Goed voor één keer. En dat is met dat meisje van... Hoe heet die film van Clint Eastwood? Million Dollar Baby? Hilary Swank. Hilary Swank, ja. Ja, dus die zit precies echt wel in het vechtcircuit, hè? Ja, die doet dat niet slecht. Ik heb daar weinig over te zeggen. Het is de film te veel, misschien. Niet slecht, niet goed. Die krijgt ook wel het meeste punten van al die films. Daarmee, die heb ik hem niet goed gezien, maar ik dan 3 al een beetje van tegenvallen.
kwam ook een paar jaar te laat, denk ik, met van wanneer is de 3? Want die vierde is van 94, denk ik. Hè? Die vierde is van 94, de 3 is van 89. Ja, zie je. Ja. Dus ja, het was eigenlijk de film te veel. Of ze nog eens Mr. Miyagi willen opvoeren, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ik kan eens kijken, het is ook van de regisseur dan de andere 3. Ja. Heel spijtig natuurlijk, wie dat er niet terugkomt in Cobra Kai is Mr. Miyagi. De mens is een paar jaar geleden al, een paar jaar. Wow, 15, ik weet niet hoe lang het hem... 2005, volgens mij. Ja, maar er komen wel in Cobra Kai heel veel ongebruikte scènes van de originele films. Die zijn er allemaal in te zien. En toch zie je hem op die manier toch wel af en toe eens terugkomen in Cobra Kai. En ze vermelden hem ook voortdurend. En je ziet hier allemaal wel eens een foto. Dus hij is er toch precies een klein beetje bij. Je kunt het ook niet maken zonder dat, hè. Ja. Dat is wel heel goed gedaan, de respect voor het origineel, die verwijzingen uiteraard ook. Ook de nostalgische factor trouwens, heerlijk in 80s muziek. Queen en Whitesnake en Twisted Sister, echt schitterend. Ook het personage van Johnny Lawrence, ja, die is blijven hangen. Hè. Ja, dat is zo, met zijn auto en zo inderdaad. Ja. Ook met zijn smartphone en zo, echt. En dat je die andere studenten ze gewoon uitscheidt. Echt hilarisch. Ja, politieke correctheid, dat doet dat niet aan mij natuurlijk. Nee. En dat vind ik ook wel. Ja, sorry, zeg maar. Ja, zeg maar, nee, zeg maar. Ja, maar ik ook over de studenten, want het is zo'n klein beetje, ja, tienerdrama mogen we het wel noemen, zeker. Zo'n beetje typische Netflix, de PS I Love You, of nee, dat is niet waar, de To All The Boys I Loved Before en zo, al die dingen. Het is zo'n beetje like Glee, hè? Alle losers, samen aanstekers verenigen zich. Hè? Dus dat is wel iets, ja, daar moeten we voor zijn, denk ik. Misschien hebben we daar iets te oud voor in, hoewel ik dat best nog wel kan appreciëren, ook omdat het wel, het gaat ook over pesten en zo, dus dat vind ik wel goed dat het erin zit. Maar ik denk dat wij toch dichter aanleunen bij Johnny Lawrence dan bij de tienertjes die erin komen. Dus, ja, ik vind een van de krachten is ook de frustratie die ik voelde ook soms tijdens die serie te kijken. Hè. Soms Johnny Lawrence en Danielson komen zo wat dichter bij elkaar. Hij gaan hun verschillen uitpraten. Dan gebeurt er iets. Dan ze terug in een ruzie. En zo is dat met bijvoorbeeld die Hawk in het begin en de Suit. En dan een beetje te badass geworden. Ja. Met zijn andere, die in Dimitri, is dat ook. Dan komen die terug dichter, bijvoorbeeld over Doctor Who. En dan gebeurt er weer iets en dan gaan die terug uit elkaar. En dat is zo frustrerend, omdat je wilt dat allemaal goed komt. Ja, maar dat zit er wel in, hè? Dat wil zeggen dat werkt, hè? Dat vind ik echt heel goed. Plus, het is maar 10 afleveringen per seizoen. Dat kan ik ook wel appreciëren. Dat ze niet overkill doen. Ze houden het kort en beperkt. Een half uurtje zeker per aflevering. Dus meer moet dat eigenlijk niet zijn. Ja. Ja, het is echt fantastisch aan mij. Ik heb wel één dingetje dat mij een beetje stoorde. Allee, stoorden is naar veel zicht. Er komt een personage in, Robbie Keane. Je weet wie ik bedoel. Oh, ja. Ja, Ik vind, die lijkt enorm hard, vind ik, op Ian Thomas. Ja, exact. Ik wou dat ook zeggen. En het is echt een paar keer, ja, mijn madame was ook mee ontzien, van, oh my god, echt, dat is echt helemaal Ian Thomas. En dat leidt toch wel af. Ja, hoewel dat ik absoluut geen probleem heb met Ian Thomas, maar dat is gewoon grappig. Of Justin Bieber, hè, inderdaad. Ja, ik kan je zijn kop ook niet goed hebben, maar die kan wel precies hoe vechten, dus ik vermoed dat hij misschien een echte martial artist is. En dat ze die misschien mee hebben genomen. Ze kunnen het allemaal, hè. Ja, maar echt wel goed. Dus ja, inderdaad. Ik denk dat hij niet gecast is omdat hem goed kan acteren, denk ik. Ja, in een origineel Karate Kid was dat bijvoorbeeld niet. Hè. Like Johnny Lawrence, die kende geen karate. Hè. Die heeft pas nadien zijn belt gehaald in karate. En Ralph Macchio kon zo een beetje karate, maar ook niet echt superhard. Maar ik denk wel, zoals gezegd, in Cobra Kai, dat ze dat wel kunnen. Want dat is echt wel te goed. En echt van die breakdance moves en zo. Dat kun je niet leren op korte tijd, volgens mij. Nee, dat is echt knap gedaan. Ja, inderdaad. Nu ik die Karate Kid-films nu achteraf nog eens heb gezien, viel mij dat ook inderdaad op. Dat hij eigenlijk
qua vechtmoves niet zo heel speciaal is. En trouwens, in de eerste Karate Kid is er zo een jongenskrijger tot in een halve finale haalt. En dat is blijkbaar de kerel dat alles van choreografie heeft gedaan. Omdat er niemand anders verstand had van karate tijdens het maken van die films. Dus ook, ook dat moveje, een typisch karate move. Als je zo de crane. De crane doet, dat is iets wat, wat dan die kerel heeft bedacht blijkbaar. Dus dat is... Okay. En die heeft blijkbaar nu ook een hele grote keten van dojo's in de Verenigde Staten. Okay. Als gevolg van wat hij tijdens die film zich gedaan. Dus dat vond ik wel een interessant weetje. Ja, dat is wel inderdaad gek. Dat had ik niet gedacht. Ik dacht echt dat dat gewoon een typisch neven-character was geweest. Nee, want je ziet zelfs Miyagi ergens op een bepaald moment op het strand, op Nepal, ja, die crane move doen. En dat, dat is hem, maar verkleed in de verte. Ah, en als je die scène goed bestudeert, zie je inderdaad dat er een jong kereltje op die pal staat. Want die, die Miyagi zelf, die kan echt geen klote vechten, denk ik. Ik weet dat niet, zou die dat niet een beetje kunnen? Ja, daar heb ik niet echt iets over gelezen, maar ook als je die dan ziet acteren, die is, dat is ook de bedoeling, die is helemaal zen. Die probeert zo weinig mogelijk energie te gebruiken. En die is ook tegen vechten, tegen aanvallen, dus die lost alles op een defensieve manier op. Dus eigenlijk vecht die niet echt, hè. Die gaan wat uit de weg. Ik zie het inderdaad. Hij had hem nooit karate gestudeerd, maar hij had hem voor de films natuurlijk een beetje bestudeerd, maar daarvoor nooit. Wel. Dus, maar hij is tegen karate eigenlijk. Hè? Allee, hij is voor de filosofie, maar hij is tegen vechten. Dat vind ik wel chic. Ja, dat is ook een goede boodschap. Hè? Het is een beetje verpakt, dus het is niet zo klef als we het gewoon zouden zeggen. Maar ja, dat is goed gedaan. En ja. Cobra Kai is dan de antipool. Hè? Dat is vechten voor te winnen, voor te overleven. En dat komt in de serie ook terug. Een gigantische cliffhanger die we niet gaan vertellen misschien, van seizoen 2. Dat is echt, dat is badass, hè. Ik wil ook nog wel even zeggen, de cliffhanger waar je het over hebt, dus heel die, ik zal het even, de lang uitgesponnen scène, die was bij momenten, was dat wel briljant gefilmd. Ja. Ik weet, er gebeurt iets in die gang, in die camera, die zweeft daardoor. Dat was echt supergoed gedaan. Ik ben daar eigenlijk wel van verschoten. Ja. Maar nu, over die gang dat je het hebt, je hebt wel de school, denk ik dan, hè? Ja. Dat vond ik iets te lang duren, wat daar allemaal aan de hand is. Ja, het duurde wel lang. En het was wel wat getelefoneerd, je ziet het aankomen. Ja, hè? Inderdaad. Dus ik vond dan de laatste Cobra Kai dojo, dat vond ik dan 10 keer sterker dan heel dat gedweven. Ja, oké. Ja, dat is misschien wel waar. Ja, het was echt 20 minuten om een stuk echt knakken, hè? Ja, en dat ging erover, hè. En je zag ook inderdaad wat er ging gebeuren, hè. Er moest iets... Nu, ik kijk toch wel heel hard uit naar seizoen 3. Komt in januari trouwens, voor de fans. En omdat ik het nu pas eenmaal heb gezien, is dat heel dichtbij natuurlijk. Hè. Ja. En daarvoor was het van YouTube en dan was het altijd in de zomer dat ze iets releasten. En YouTube zei van oké, we stoppen ermee. En dan heeft Netflix het overgenomen en komt er nu in januari iets. Ja, thank God dat Netflix had het overgenomen. Want dat was dat niet meer voortgegaan. Hè? Ik denk dat eerlijk gezegd niet, hè. Dat is wel een enorm succes, denk ik. Want dat is ook heel goede punten, hè. Het is de meest bekeken serie van 2020 wereldwijd. Ja. Maar ik dacht ook, zoals David zei, Rotten Tomatoes, dat dat gigantisch hoog was. Ze hebben ooit 100% gescoord, maar dat zal nu misschien niet meer zijn. Oh, dat kan wel, zo. Gaan eens kijken. Dat is gewoon een goed gemaakte serie. 94. Waar voor iedereen wel iets in zit. Er zit actie in, er zit drama in, er zit zeker humor in. En ik vind ook William Zabka en Johnny Lawrence, die acteert echt wel heel goed, vind ik. Ja. Ralph Macchio vind ik eigenlijk iets... Die is redelijk beperkt, vind ik, als acteur. Je gelooft dat wel, je gaat daar wel in mee, maar ik vind de William Zabka, die is echt wel, echt wel sterk, vind ik. Terwijl hij voor de rest ook weinig heeft... Ja, allebei. Dat is een beetje geteerd op hun Karate Kid succes. Ja. Hè? Wat ook schitterend was, ik denk dat dat de laatste aflevering is van seizoen 1. Dat is opent volgens mij met I Want It All van Queen.
Ja, dat opent alleszins met Queen. Ja. Yeah. Yeah. I want it all. Yeah. I want it all. Gedaan, echt. Ja. Puur gewoon door die muziek eigenlijk ook. Hè. Dat is echt zeer goede keuzes. Dus ja, ik zeg het. Ik straf dat zoiets dat kan fixen, dat ze die muziek allemaal kunnen gebruiken. Want voor mij, die advertenties die er rond waren toen in 2018, volgens mij was dat precies een fan-made show, waar dat toevallig Sapka en Maggio in zaten. En op YouTube maar, en zo, ik dacht dat ook, maar als je dan ziet, allez, Will Smith komt erop, ik neem aan dat dat de Will Smith is. Dat is inderdaad de Will Smith, omdat er een van de broer, denk ik, van zijn vrouw, zat er ook bij, Caleb Pinkett of zo. Ja, wel, daarmee, daar zou wel geld mee gemoeid zijn, denk ik. In seizoen 2 alleszins wel, maar de 1 weet ik niet of hem al tussen zat. Hmm. Maar dat is fantastisch, hè. Ja, goed. Zeker een aanrader. Dan, als je de serie nog niet gezien hebt, zie de serie in plaats van de reboot met Jaden Smith. Absoluut, ja. Dus je ziet, uit streaming kan ook iets goed voortkomen. Hè? Want had dit in de cinema geweest, dat had volgens mij geflopt. Maar omdat dat zo'n miniserie is, 10 afleveringen, is dat perfect. Ja, ik verschiet ook wel van wat ze er uiteindelijk uithalen. Want ik dacht ook, allee, een oudere Danielson tegen Johnny Lawrence, was hij daar nog in van verhaal, maar ze pakken dat wel slim aan. En na 2 seizoenen, van weliswaar inderdaad met 10 afleveringen, heb ik helemaal niet het gevoel dat ik er al op uitgekeken ben. En ik kijk echt nog wel uit naar dat 3e seizoen. En ook het 4e is trouwens aangekondigd. Dus ja, ze moeten oppassen als ze het niet gaan uitmelken, maar dat 3e seizoen, dat gaat zeker nog wel... Ze hebben ook nog wel wat personages van vroeger die ze kunnen terugbrengen. Ja, op het einde wordt er al wat gehint naar Elizabeth Shue. Die eventueel misschien terugkomt. Ja. En zo zijn er nog wel personages die nog voor de nostalgische factor kunnen zorgen. Ja, ik hoop Terry Silver. Ja, sowieso. Die moet echt terugkomen. Maar dat kan ook wel. Hè. Het einde van seizoen 2. De tent is misschien wel gezet, hè, dat hij terug kan komen. Dus ja, nee, aanrader. Hè. Het is een beetje normaal. Dat zijn movies. We moeten het over films hebben. Maar in deze donkere tijden... moeten wij ook wel improviseren. En dan is Cobra Kai wel een zeer goede aanrader, vind ik. Expanded universe uiteindelijk. Hè? Voilà, het helpt ons beter de Karate Kid te begrijpen. Ja. Nee, voilà. Dan denk ik dat we hiermee kunnen afsluiten. Want jullie moeten nu allemaal Cobra Kai gaan kijken. Dus dan zien we elkaar de volgende keer. Yes. Bedankt voor het luisteren. All right. Bye-bye. Yeah.